Oh my god. Oh, iemand heeft het gezien. Oh, kom op. Kom op. Oeh, oké. Yo guys, Job hier, aka de Tuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Vandaag moeten wij heel erg voorzichtig zijn. Vandaag heb ik namelijk een aantal spelletjes waarin wij stiekem dingen moeten gaan doen. Stiekem dingen doen op ons werk en ook stiekem zoenen. Blech, dat is apart. Like deze video alvast en abonneer op mijn YouTube kanaal als jij een baas bent. En let's do this. Oh, ik kwam er trouwens net achter dat ik het geluid van de game uit had. Ik heb het nu aanstaan. Oké, wat gaan we nu doen jongens? Wat is dit? Dat is een telefoon. We gaan kijken wat we met de telefoon kunnen doen. Let's go. Oké, de telefoon gaat. We pakken de telefoon op. We zijn aan het praten. Oh, hij is maar aan het prankcallen hoor, jongens. We worden geprankcalled door iemand op ons eigen werk. Are you serious right now? Iedereen is gewoon naar elkaar aan het schreeuwen op de telefoon. Terwijl we in dezelfde freaking ruimte zitten. Oh, als de baas nu binnenkomt, hebben we een probleem mee, jongens. Als de... Oh, shit. Oké, de volgende. De printer. Wat kunnen we met de printer doen? Ik ben heel benieuwd. Iemand die gaat zijn handen printen. Oké, hij is aan het zwaaien. Door letterlijk zijn handen te printen. Iemand print nu gewoon letterlijk zijn hoofd. Hij laat zijn hoofd zien. Oké, wat gaan wij doen, jongens? Oh, nee, toch. Oh, nee. Wij wouden bijna onze billen gaan printen, jongens. Wat zijn we toch ook een viespeuk. Oké, de volgende. De muzieknoot. Wat gaan we doen? Gaan we muziek maken? Ik ben benieuwd. Oh, yeah, baby. Oh, shit, man. Jansing. Oh, nee. Oh nee, oké, we zijn niet gesnapt. Hey, dit is echt een fantastisch spelletje. Oké, jongens, het volgende spel. High School Sweethearts Play. We moeten stiekem kusjes geven. We gaan het lekker op easy spelen, jongens. Level nummer 1. Oké, we zijn lekker aan het kussen, zoals jullie kunnen zien. Alleen die persoon daarachter mag dat niet merken. Oh, hij heeft het gezien. Oké, dat is niet zo nice. Let's go. En de balk moet trouwens blauw worden, jongens. Hij is nu roze, zoals jullie kunnen zien. En hij moet zo blauw mogelijk worden. Oké, snel. Oh, oeh, ik zag iemand met zijn telefoontje, jongens. We waren bijna te laat met stoppen. Oké, we kunnen weer verder gaan. Let's go. Oeh, zit aan het schiemen, jongens. We zijn allemaal aan het schiemen op mij en de relatie met dit rozeharige meisje. Oké, oh shit. Hij wou bijna kijken. Dit is één spannend spel, man, bro. Ik zeg je eerlijk. Dit is eigenlijk gewoon een spel waarbij je met een meisje aan het zoenen bent, maar je mag niet gesnapt worden. Oh, hij gaat weer kijken. En de telefoonman is terug. Jij groenharig monster. Met je telefoon. Elke keer wil die vieze fotootjes maken. Die viespeuk. Oh shit, er wordt weer gekeken. Die leraar, jongens en meisjes, die mag niet zien dat ik aan het kussen ben met dit meisje. Dus we moeten... Oh, die guy heeft zijn telefoon weer. Ik zie je daar wel met je blauwe stropdas hoor, bro. Ik heb je al lang in de gaten. Oké, we zijn bijna klaar, jongens. Dan hebben we het gehaald. Nog een klein stukje. Nog een klein stukje. Gaat het ons lukken, jongens? Gaat het ons lukken? We hebben het gehaald, denk ik. Level complete. Yes! Start, jongens en meisjes. We gaan stiekem kussen met iemand op ons werk. Ik heb het spel al eens een keertje eerder gespeeld, maar ik wil nog eens kijken wat er gebeurt wanneer we het echt halen. Dus wanneer onze baas wegkijkt, die aan het flirten is met dat meisje. En dat meisje ziet er helemaal niet zitten, joh. Dat meisje wilt mij. En oh, let's go. Kussen, jongens. Kussen. Kom op. We moeten zoveel mogelijk hartjes vol hebben. Kom op. De eerste hartje zit vol. Oeh, shit. Snel. Oeh, kom op. Oeh, oké. We hebben al 2 hartjes, jongens. Kom op. We hebben geloof ik tot en met 4 of 5 uur de tijd. Zoals jullie kunnen zien, de klok die gaat ongelooflijk snel. Was het maar zo dat tijdens het echte werken in het echte leven of tijdens school in het echte leven de tijd zo snel ging. Oké, kom op. Als hij wegkijkt, ik weet echt niet wat hij aan het doen. Wat de hel doet hij überhaupt? Wat is zijn manier van flirten? Zijn ogen dicht doen en rare bewegingen maken? Oké, snel. Hij gaat water pakken, jongens. Snel. Oeh, spannend. Oké, dat hartje gaat trouwens wel weer op wanneer we even een tijdje niet kussen. Dus de telefoon moet even afgaan. Kom op. Telefoon ga af in 3, 2, 1. Nee, telefoon wilt niet meewerken. Dat is balen. Oké, maar meneer. Oké, dankjewel. Hij gaat weer water pakken hoor. Deze man heeft een ongelooflijk grote blaas. Hij pakt de hele dag water, jongens. Het is ongekend. We hebben nog 1, 2, 3. Oh, oké. Kom op. Ja, maar okay, soms pakt hij heel weinig water. Dat is zo raar. Kom op, jongens. Op deze manier duurt het veel te lang. Iemand moet hem even bellen aan de telefoon. Kom op. We moeten nog minimaal 7 hartjes. Oké, nice. Kom op. Nu moeten we doorgaan. Kom op. Oh, waarom doe je dat? Waarom flasht hij mij? Hij flasht mij kapot hard. Hij is zeg maar die guy die op het schoolplein Pokémon kaarten geeft die niet zeldzaam zijn. En achteraf pas zegt dat je geflasht bent. Oké, kom op. Oh shit. Hoeveel hartjes hebben we nog nodig? Nog 1, 2, 3, 4, 5. Dus we zijn nu precies op de helft. Oké, dan moeten we echt snel gaan nu. Dan moeten we nu echt snel zijn. Wedden dat hij hem nu heel snel gaat wegleggen? Let maar op. Oké, shit, snel. Oh, het laatste uur, jongens. Het laatste uur van ons werk is aangebroken. Oh, shit, we moeten nog 3 hartjes. Gaan we dit halen? Oh, dat gaan we denk ik niet halen, of wel? Oké, kom op, alsjeblieft. Ga even weg. Ga iets doen, bro. Ga je snor kammen. Ga iets doen. Het laatste uur. Oké, kom op. Oh, we hebben het niet gehaald.
You're not a bad kisser. Oh, we hebben het ons nog niet gehaald. Oké, jongens en meisjes. Wanneer niemand kijkt, moeten wij proberen een scan te maken van onze billen. Oké, we're just gonna do this. Let's go. Ik heb er zin in. Butt scan. Oké, maar alleen niemand mag kijken. Oh my god. Oh, iemand heeft het gezien. Zagen jullie hoe geschrokken ze was, jongens? Oké, snel. Maak het van je billen. Oh nee, man. Are you serious? Iedereen schrikt van mijn billen. Oké, snel. Ah, nice. Oké, niemand mag kijken. Snel. Oké, go. En stop. Oké, en go. En stop. Oké. Oh shit. En go. Oké, en stop. Oké. En go. Oké. En oh shit. Stop. Oké. En go. En go. Ja, maar ze begon te rennen. What the fuck moet ik daarmee, bro? Dat is toch niet eerlijk? Oké, deze dronken man met zijn billen. Oké, snel. Oh shit. Butt pics. Oké, snel. Oh, nee. Oh, kom op nou. Facebeesten overal. Huh? Oh, shit. Oké, snel. Oh, snel. Oké, snel. Snel. Oh, die zijn allemaal incomplete. Ik moet er volledig proberen te maken. Jongens, ik ben doodgevallen van dronkenheid. Kun je doodvallen van dronkenheid? Schijnbaar wel. Romance Academy. Let's go, jongens. Ik heb geen idee wat de bedoeling gaat zijn. Maar ik heb er zin in. Oh, wij moeten ervoor zorgen dat we elke jongen die iets bij ons wil doen, dat we die aanvallen. Oké, dan. Oh, oké. Oh, maar niemand mag het zien. Huh, ik wil hem hebben. Ah, nice. Hij houdt van mij. Oké, ik snap het al. We moeten proberen zoveel mogelijk jongens op ons verliefd te laten worden. En als een ander meisje die jongen ook wilt, moeten wij het van haar winnen door heel snel te klikken. Oké, ik weet niet wat voor rare meid wij zijn, maar oké, helemaal fantastisch jongens. Ik begin het spel te begrijpen. Oké, snel. Deze is sowieso van mij. Oké, snel klik. Een ander meisje wilt hem ook. Oké, ik heb hem. En de volgende. Kom op. Ja, die is van mij. En de volgende. En die is ook van mij. Kijk hoeveel jongens ik achter mij aan heb lopen. What the hell? Dit spel is zo raar. Oké, moet je die hartjes oppakken? Oké, die hartjes die moet je oppakken. Rennen. Dit is gewoon zo ongelooflijk raar. Ik snap heel dit spel niet. Dit spel laat gewoon zien dat je als meisje zijn er gewoon 9 jongens achter je aan moet hebben schijnbaar. Oké, snel. Oké, dat meisje gaat sowieso concurrentie van mij worden. Let maar op. Of niet? Oh nee, toch niet. Oké, snel. Die is ook van mij. Nice. Kom op. En we gaan naar verdieping nummer 2. Hoeveel jongens heb ik al achter me aanlopen? Ik echt kapot veel gewoon. Oké, snel. We gaan zo hoog mogelijk. We zijn op het dak. Oké, snel. Oh nee. Oh. En ik heb gewonnen. Ik heb al die meisjes aan de kant geblazen, jongens. Alles een freaking baas. Oh my god. Kijk hoeveel jongens ik gewoon aan het claimen ben. Stel voor meiden zouden echt de mogelijkheid hebben om met laserogen een jongen te claimen. Dat zou pittig eng zijn. Ik bedoel, ik zeg je eerlijk. Er komt een meisje gewoon iemand tegen in de stad. Waarvan ze niet eens weet of hij hem leuk vindt. En dan doet ze die gekke laserogen tactiek. Oh shit. Klik. Oké, nice man. Ik weet niet eens of ik het goed doe. Ik geloof dat ik het best goed doe. Ik weet niet hoeveel jongens ik al achter me aan heb. Het is echt geloof ik bizar veel. Oké, let's go man. Oké, hebben we het gehaald? Oh, we hebben het niet gehaald. We kunnen gewoon net zo lang doorgaan als we willen waarschijnlijk. Oké, let's go. Jij bent van mij. Jij bent van mij. En jij bent van mij. Dit is zo raar. En jij bent van mij. Oh my god. Hoe lang hebben we nog? En jij bent van mij. Oh, de beauty time is bijna over. Dus we hebben niet meer zo heel erg lang. Oké, kunnen we nog eentje claimen? Nee. Oké, hebben we het gehaald? Hebben we een mooie high score? We gaan eens even kijken hoeveel jongens we hebben. Oh my god, jongens en meisjes. What the hell? Dit zijn er bizar veel. Dit zijn er wel meer dan 20. Oh, ik weet niet wie dat is. Dat is waarschijnlijk de lerares. Ik snap heel dit spel niet. Maar ik vond het leuk, jongens. Waarom ook niet? Oké, jongens, let's go. We mogen kiezen. Italiano, Portugese, Polski, Spanjole, Duitse, Franciaanse, English. We gaan voor English, jongens. Play, let's go. Oké. Jenny, my boyfriend and I will finally have our first date. I have always dreamed of kissing him, but we will be embarrassed if anyone saw us. Oké. Dus wat ze eigenlijk zegt, is zeggen, ja, ik wil zoenen met die guy. Maar als iemand het ziet, dan schaam ik me. Dus ik moet het stiekem doen. Oké, bitch, I got this. Ik snap je precies. Ik ga je hiermee helpen. Geloof het of niet? Oké, let's go. Oké, ik moet dus kussen. En als iemand binnenkomt, moet ik direct stoppen. Is dat het? Is dat zeg maar wat ik moet doen? Ik ben lekker bezig. Wat ben ik aan het doen met mijn leven? Ik ben gewoon letterlijk 's nachts spelletjes aan het spelen waarin ik aan het zoenen ben. En niemand het mag zien. Oh, kijk daar bij het raam, jongens. Iemand is mee aan het schiemen. En hij kijkt een beetje boos kijkt hij. Dus we moeten snel verder gaan wanneer hij niet meer kijkt. Oh, er is een baby. Mag die baby het wel zien? Oh shit, die baby mag het ook niet zien. Zelfs de baby mag niet zien dat ik aan het zoenen ben, jongens. Besef. Oké, kom op. Kom op. Gaat er iemand meekijken? Kust is veilig. Oh, er gaat sowieso nu... Oh, daar is de jongen weer. De jongen met het petje, die vindt het niet leuk dat ik hier met het meisje ben. Zoals jullie kunnen zien, hij heeft hoofdpijn. Oké, hij gaat weer naar beneden. En we gaan weer verder. Let's go. Oké, oh, de baby komt terug. Ik heb nog nooit zo'n rare baby gezien. Ik zeg je heel eerlijk, deze baby ziet er lijp raar uit. Ik heb nog nooit een baby gezien die rende midden in de kamer gaat zitten dansen. Maar oké, maakt verder niet uit. De baby die is weer weg. Ah, komt de jongen weer terug.
De jongen die is weer terug. Die is weer jaloers. De jaloerse jongen. Ga maar weg. Kst, wegwezen. Voordat ik een emmer met water over je hoofd heen gooi. Oké, we hebben het bijna gehaald, jongens. Let's go. De balk is bijna vol. Hebben we dan letterlijk de game gehaald of niet? Ah. Oh, nice. Cool. Komen we nu bij een nieuw level of was dit gewoon... Oh, hier moeten we nu weer verder gaan zoenen stiekem. Elke keer op een andere plek. Oké. Ik heb nog nooit iemand zulke rare bewegingen zien maken tijdens het zoenen. Maar dat zal waarschijnlijk wel aan mij liggen. Oeh, er komt iemand. Oh my god. De boze buurman, jongens. Iedereen heeft hem natuurlijk wel. De boze, gevaarlijke. Oeh, shit. Ah, die vrouw heeft me geskiemd. Die vrouw daar heeft me gezien. Oh, er komt daar iemand boven. Of niet? Of lijkt het zo? Oh, shit. De boze buurman is terug, jongens. Met zijn gele, lichtgevende ogen. Hij is boos. En we kunnen verder zoenen. Let's go. Oh, nee. Er komt weer iemand bij dat raam. Oh, shit. De boze Chinese vrouw met de hangtietjes. Die is gevaarlijk, jongens en meisjes. Ze kan je zo onder spuiten met melk. Met haar hangtietjes. Ik heb totaal geen idee wat ik zeg, maar we doen het geloof ik goed. Let's go, we gaan weer verder. Let's get it, let's get it. Kom op, snel, snel. Oeh, gaat het lukken? Gaat het lukken, gaat het lukken, gaat het lukken, gaat het lukken? Ik denk dat het gaat lukken. Snel, 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 snel. Oh, oh nee. De oude oma is terug. Oh, de oude oma en de boze buurman zijn deze keer tegelijk. Oeh, dat is spannend, jongens. Dubbele attack. Dubbele attack. Oké, let's go. We gaan het nu afmaken, let op. 3, 2... 1 en bang, we did it. Moeten we nou serieus in de bioscoop gaan zoenen? Moet dit nou echt? Oké, we gaan het gewoon stiekem doen. Stiekem in de bioscoop zoenen, jongens. Let's go. Niemand mag het zien. Oh, shit. Zit die guy van links nou niet gewoon al de hele tijd mee te kijken? Oh, ah, hij heeft het gezien. Hij is mij aan het verklikken. De vieze verklikkeraar. En die rechter chick gaat hij ook verklikken of niet? Oh, nee, die is lekker haar popcorn aan het eten. Ja, eet maar lekker verder van je popcorn. Met je rode haar. En de linker guy die kijkt nu ook. Oké, we kunnen verder gaan. Kom op. Kom op, jongens. Ik wil dit spel nu uitspelen ook. Alleen deze jongen dit mij zitten wel echt de hele dag te zoenen. Besef, ze zitten overal waar ze zijn, zoenen ze gewoon. Oh, ik ben weer gezien, jongens. Oké, nu ga ik ook gewoon lekker snel doorgaan. Kom op, ik wil alleen dit level halen. Dan ben ik tevreden. Dan heb ik de video gewoon geklaard voor mijn gevoel. Je weet toch? Dat is het enige wat ik wil. Oké, even niet kijken. Let's go. Ah, game over. Nou ja, jongens en meisjes. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Vond je dit nou een leuke video? Geef me dan even een dikke vette like. Willen jullie meer van dit soort rare gratis online spelletjes op mijn YouTube kanaal zien? Laat het dan even weten in de comments. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adios.